Goeiemorgen allemaal. Welkom bij een nieuwe vlog. Ik ben gek. Ik heb vlechtjes ingedaan en ik weet niet wat ik ervan vind. Ik weet echt niet wat ik ervan vind. Nou ja, ik moet alles een keer proberen. Hè? We gaan vandaag naar Silkeborg. Gaan we naar het museum. En er zijn bunkers van de Tweede Wereldoorlog of zo. En ja, ik ga er nu vandoor. En... Good morning. Oh, wacht, wat ik zeggen. Wij zitten in de bus. Hoe lang moet je op een half uur ongeveer. Een half uur ongeveer, drie kwartier. En dan zijn we in Zilkeborg en dan gaan we naar die musea. Ja, let's go. Oké, dat is een bunker en we gaan erin. I don't really know how to feel about it. It's fucking scary. It's claustrophobic. Just do it. Yeah. Make your dreams come true. It's not my dream to go in. Wacht, ik moet de voordelen van klein zijn is dat je wel in bunkers kan lopen zonder te bukken. Ik weet niet of dat echt heel handig is. What the fuck? Het is best wel apart. Ja. Has written gas camo. Oké, de struggle van de vlechtjes is dat als een elastiekje knapt, dan in je hele haar zit los en dan moet je het eruit halen en dan heb je er uiteindelijk maar 3 minuten mee gelopen omdat ik er alweer uit heb. Maar nu heb ik kunnen. Ja? Are we in nuclear? Yes. Yes. Okay. Ja, die hadden ook mee. You have your hand like this. And then you put your other hand over there. That's it. Here's the action. You just tried to kill a bunch of people. Yeah. Everybody in here, and I need you on this side. Ik heb dus, ja, maar weet je wat erop zit? Nou, zalm. Oh nee. Deze keer. Ja, wacht, even een unwrapping. Oh nee. Kijk, zalm. Unwrap de wrap. Ja. Nou, hier. We zijn inmiddels in een of ander museum. Nee, niet een museum. Jawel, een museum. Huis. En, maar we, niet dat we ergens naar kijken, maar we hadden even warmte nodig. En we gaan zo in een uurtje of zo gaan we terug. En dan gaan we met alle meisjes gaan we shoppen. En de jongens die zeg maar een meisje hebben, zijn echt heel aardig voor ons. Want anders zou Michelle niet meegaan, want die heeft een jongen. Dus. Maar, dit is dus best wel een groot museum. En ik ben lost. Ik weet echt niet waar iedereen is. Yes. We wachten op de bus en het regent een beetje. Ja, ik weet niet zo goed wat iemand van moet zeggen. Nou, ik wel. Mijn dans is gewoon te awesome. Het is awesome voor YouTube. Ben je met dat interview? Job dan. Oké, ik heb Sam ook ingevlogd. Kijk, één keer hoe mooi haar ze heeft. Sam, kijk me eens aan. It's so pretty. Oh my god. Oh, zo perfect. Inmiddels zijn we weer terug in Suns. En we staan nu bij de busstop, zoals je kan zien. En ik en Stien wachten op de bus, want we gaan naar Herding, waar we gisteren ook waren uit eten. Want we gaan met alle meiden gaan we shoppen. En nou ja, dat had ik net al verteld, maar het is super leuk. En ik heb je... Hey! Hallo! Oké, wij staan nu met z'n allen zijn mensen. En we gaan zo naar de shopping mall of zo. Ja, volgens mij ook. En dan is daar ging de camera bijna. Dat was niet slim. We zijn in de H&M en ik ben van alles aan het passen, waaronder dit shirtje. Wacht. Ik vind hem wel heel erg leuk.
Oké, we zitten bij een all-you-can-eat Chinees restaurant. En ik heb lekker kip en noedels en allerlei soorten lumpia's. Lekker is het wel. Lekker, ja. Oké, nu ga ik eten. Ik heb zojuist mijn eten op. Ik heb echt 2 keer opgeschept zo, maar het is heel lekker. En ik heb geen flauw idee wat we straks gaan doen. Want Lara zegt dat we zo naar de handpaal van hem gaan of zo. Maar dat heeft nog niet wat ook gezegd. Maar misschien. Dus ik kunt als ik op vakantie ga. We kijken even een filmpje en zo. Zo cute. Ze heeft gewoon popcorn en zo gemaakt. Ze zijn echt nog warm. We zijn nog de film aan het kijken. Is echt leuk. Oké, voordat ik zo naar bed ga, wil ik nog even laten zien wat ik had gekocht. Bij de H&M allemaal. Dit topje. Ik vind het echt super schattig. Hij is hier, kun je ook zo op de shoulder doen. Maar ja, hij is hier heel cute. Ik vind hem echt heel leuk. Ik ben echt in love. En dit is het hemdje wat ik had gekocht. Kijk, zo'n printje erop. Ik vind hem echt super cute. Ik ben ook echt heel erg blij mee dat ik het heb gekocht. Oh ja, ik wist gewoon als ik dit zou laten hangen dat ik ontzettend een spijt zou krijgen. Dus Saint Shower. Wacht even. Vinden jullie ook de muziek van Saint zo leuk? Ik vind het echt leuk. Ik hou niet van wanneer ik ze maar Saint's muziek vind ik echt... Ja, ik ga nu eigenlijk slapen, want ik ga verstandig doen. En het is rond 10 uur of zo, maar ik wil gewoon iets eerder gaan slapen. En ja, dus dan bedank ik jullie voor het kijken naar deze vlog. En laat me even weten wat je van mijn nieuwe items vindt. En dan zie ik jullie morgen weer bij een nieuwe vlog. En als je nog vragen hebt of zo voor de uitwisseling, kun je het gewoon beneden stellen. Ik zal antwoorden. En dikke kusjes. Tot gisteren.